gaat ie? Goed. Met jou? Kinder. Ja, zie je er goed uit? Eerlijk, geen hè? Maar dat is mijn kant van de familie. Yeah, whatever, whatever. Wat is met jou in die wijn dan? Probeer je alcoholist te worden of zo? Ik ben zwanger en ik weet niet of ik het zo wat? Ga... Zwanger? Toch niet van die kakkeis Jimmy, hè? Doe even mama. Nicky, man. Wat gaat mama zeggen? Ik bedoel, ik ben nu juist blij mee. Blij? Alleen weet ik niet of ik dit wel aan kan. Jimmy moet zichzelf gewoon gaan bewijzen. Nicky, luister dan. Je moet gewoon ophouden met die bullshit. Jimmy moet zich gewoon gaan gedragen als een man. Anders ga ik me ermee bemoeien, hè? En dan wordt het probleem, hè, Nicky. Hallo, kom op. Jij gaat nergens mee bemoeien. Wat bedoel je? Nee, je begrijp even goed. Jij gaat nergens mee bemoeien. Weet je wat, Nicky? Doe gewoon je shit, ja? Doe gewoon je shit. Als je denkt dat je alles soort van beter weet, doe gewoon je shit. Maar je moet niet naar mij toe komen als het misgaat, hè, Nicky. Ik wil niks van je horen. Zo vaak, heb je nog nooit gehoord van boodschappen of zo? Ik ben al een paar dagen niet naar buiten geweest. Je kan niet leven van alleen wijn, hoor. Weet je wat? Laat me de Good Brother spelen en shit. Ik geef je een beetje geld. Je gaat boodschappen halen. Maar alweer als je om in wijn en shit gaat halen, hè. Koop gewoon brood en shit, hè. Tuurlijk niet. Koop gewoon brood en shit. Maar hoe kom jij aan het geld? Kom op, man. Hoe lang ken je mij nou al? Je bent zelf big roader en shit. Eerlijk. Nou, vertel. Nee, ik doe gewoon mijn shit, man. Je weet zelf van mij. Zaterdag, ik was met Nex. Een wesp. En ze kwam een of andere mandje aanrijden. Rode Bampie. Om in polka muziek draaien en shit. Dus ik denk, oké, nu is bang. Stop mijn auto voor zijn auto. Nek springt uit die bak. Trek pistool. Trek de guy uit zijn auto. Met de pistool op zijn hoofd. Zo van, nigga, geef me je geld, bitch. En ze Nek geeft een paar tikken. Gooit hem in de auto. En ze weet je wat die man had? En ze dat hij maar 15 euro in zijn portemonnee. 15 euro? Hoe kan je 15 euro in je portemonnee hebben? Speel je big roller in je rode Bampie met 15 euro. Dus Einstein Nex had hem gelijk geslept. Pla! Pla! Ja, vriend. Serieus. Strap op zijn hoofd. Gooi hem in de achterbak gewoon, vriend. Hij zit ging die voor ons pinnen gewoon. All my money. All my money. Nu heb je wel geld voor je boodschappen, toch? Eerlijk. Maar hoe? Maar hoe? Je moet niet zo zeker, man. Geld is geld, toch? Of niet? Luister, Nicky. Ik ga er vandoor. Ja. En zeg tegen Jimmy, hè. Zeg tegen Jimmy, hij doet normaal, want ik ga hem vinden, hè. Ik heb je gehoord. Geef me een kusje. Moest maar rustig. Ik bel je, ja? Ja, is goed. Dat is goed. Doei. Hey, Kim. Ja, ik moet je echt iets dringends vertellen. Nee, wacht, ik kom je halen. Oké, doei. Taxicentrale? Kan ik zo snel mogelijk alsjeblieft een taxi bestellen? Een taxi, ik heb verdomme een taxi nodig. Een taxi, nu. Ik kan een taxi nodig. Ik kan niet meer fucking verder rijden. Ik heb nu een taxi nodig, ja. Waar gaan we heen? Mijn broertje was net langs geweest. Weet je wat hij vertelde? Dat ze een jongen hebben beroofd. Mishandeld, in elkaar geslagen, weet ik veel nog wat. David. Ja. En weet je wat hij nog zei? Dat het Nex was. Die een pistool voor zijn hoofd heeft gehouden. Wat? Nex. Die kleine kut op donder. We gaan naar hem toe, gaan we met hem praten. Praten? Uitzoeken wat precies is gebeurd. Wat gaan we praten?
Ik... Oh, ik maak hem fucking af. Wat denkt hij niet? Nee, hij is gewoon een vieze kutantie. Hallo, we zijn er bijna. Fuck, daar loopt hij gewoon. Pak hem, pak hem, pak hem! Nicky. 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 Goedendag. Bent u familie of kennis van mevrouw de Boer?